Sekou, welkom aan de club. Yes. Hoe was je eerste training? Ja, het was veelbelovend. Het was lekker relaxed begonnen. Het was wel een hele zware warming-up, wat ik ook van de meeste gehoord. Maar voor de rest was het relaxe training. Lekker krachten tussendoor, pasentrap en vooral aan het eind nog lopen dribbelen en joggen. Dus voor de rest was het gewoon wel relaxed. Je komt uit de tweede divisie van Excelsior Maassluis. Wat verwacht je van de stap naar het profvoetbal toe? Ja, zeker. Ja, het is een akkoord van de meesten dat het wel een grote stap is natuurlijk. Tweede divisie is wat ietsje lager tempo dan als de keukenkampioen divisie. Dus dat betekent dat ik ook voor mezelf ook een tempo moet verhogen. En goed bij de groep moeten kunnen aansluiten. En ik hoop dat de jongens me goed kunnen aanpakken daarmee. Maar dat zag ik bij de eerste training al, dat ze me wel hielpen met de pasentrap. Dus ik hoop dat het de aankomend seizoen wel prima gaat doen. Tijani, welkom bij de club. Je hebt de transfer gemaakt naar Topos. En hoe blij ben je met deze kans? Ja, het is denk ik niet een kans die veel mensen kunnen krijgen. Dus ik ben echt super blij mee. Ik denk ook dat het mijn leven gaat veranderen. Dus in dat opzicht ben ik wel positief vooruit gegaan, ja zeker. Wie is Tijani nu eigenlijk, voor de mensen die jou niet zo goed kennen? Ik ben een spontane jongen die aan de buitenkant speelt. Van mijn snelheid en mijn techniek heb ik het meestal wel waar ik het mee moet doen. En voor de rest, dat ben ik als persoon en ja, gewoon een spontane jongen. Je zegt je snelheid en je techniek, zijn dat ook je sterke punten? Ja, dat klopt. Daar kijk ik meestal naar. En het ligt eraan natuurlijk met bepaalde dingen dat ik daar gebruik van kan maken in ieder geval. En dat. Voor de fans die jou nog niet zo goed kennen, wat zijn je kwaliteiten eigenlijk? Ja, ik ben linksachter. Ik ben vrij intensief, de moderne back, weet je. Net een Denzel Dumfries-achtig, een opstomen. Ik heb ook nog wel wat aanvallende kwaliteiten. Dus dat betekent dat ik ook gewoon voor de goal, gewoon een oogje voor de goal heb. Dus gewoon een opkomende linksbackie. Wat zijn je doelstellingen voor aankomend seizoen? Ja, zoveel mogelijk spelen en wie weet komt er een mooie stap dat ik ineens een overstap zou kunnen maken naar de Eredivisie club zoals Ruben die dit jaar op de linksback positie ook heel goed heeft gedaan via Olsen naar Heracles. Dus ik hoop dat gewoon geeft me gewoon een extra motivatie om een stapje hoger te maken. Hoe is het om voor jou de stap van het amateurvoetbal naar het profvoetbal te maken? Ja, dit was de eerste training, dus het niveauverschil dat moet nog blijken tijdens het seizoen, maar... Ja, natuurlijk, het is keukenkampioen, dus de stap moet denk ik wel hoger zijn in dat opzicht. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. En wat zou je graag willen bereiken aankomend seizoen? In ieder geval, altijd hopen van in ieder geval de play-offs te behalen. En vanuit daaruit stappen maken in ieder geval. En dat ik in ieder geval zoveel mogelijk minuten mag maken en het team kan helpen zo ver mogelijk. Dankjewel man. Dankjewel.